Ik ben heel blij dat we nu een groep van mensen hebben, ondernemers met plannen, die we verder gaan helpen in het ontwikkelen van hun businessplan. Wij zijn van Analyze Me en wij ontwikkelen een evidence-based personal lifestyle service op de Floriade in 2022. En wij telen algen en wieren als groente en die leveren we aan restaurants. Mijn naam is Sietse van Stamford. Ik ben de oprichter van Peel Pioneers en ik maak van sinaasappelschillen waardevolle producten. Met Sivos Agri lossen we drie grote problemen op in de wereld. Voedseltekort, stuifschade aan gewassen en fijnstofproblemen. Algenspring is een producent van microalgen, in het bijzonder Nanochloropsis. En dat is een fantastisch voedingssupplement. En dat willen wij op de markt gaan brengen in een aantal landen. Het bedrijf is Polyculturen in de Kas. Het is een bedrijf met een heel hoog technisch systeem van meerdere gewassen, wat zijn producten ook lokaal afzet aan zijn leden door de diversiteit. Kostelijk is de apotheek van de toekomst, alleen nu. Mijn naam is Paul van Ham, uitvinder van de Multitooltrack. Een tractor die gemaakt is voor biologische boeren die hun grond goed willen behandelen. Het is tegelijkertijd de eerste elektrische machine op de wereld en ideaal om hier in de Flevopolder in te zetten vanwege alle windmolens en de aandacht voor duurzame energie. Met Sea Green Foods gaan we de wereld veroveren. De wereld van Henk en Ingrid. Ze hebben allemaal een connectie met hele grote mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van landbouw, voedsel en gezondheid. En wat me ontzettend bijblijft is dat die ondernemers niet alleen heel erg gedreven zijn om een goede onderneming op poten te zetten, maar dat ze vooral ook bezig zijn met die maatschappelijke vraag, die uitdaging rondom kwesties, rondom gezond voedsel, gezond eten en dat ze daar zo gepassioneerd mee bezig zijn.